Welkom, dit is Mark Roer, uw vrolijke software-development-docent van het Regio-college. Voor de opdracht van HTML van week 3. Dat is dit ding, dit is deze tabel die je moet inleveren om naar te laten kijken. Voornamelijk ook kijken om gewoon te zien of je het kan. Ik ook dan commentaar vragen of het goed gaat. Laten we eens even kijken naar die tabel. De tabel heeft een border, zo te zien, een zichtbare border. Heeft een caption hierboven. Heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rijen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Even kijken, 6 rijen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Even kijken, ik ben de tel kwijt. 7 kolommen, 6 rijen. Ja, 6. Dus we kunnen, als we die tabel gaan opbouwen, kunnen we het eigenlijk heel simpel doen. De meeste mensen gaan dan rijtje voor rijtje gaan ze alleen alles invullen. Dat is eigenlijk in dit geval niet nodig, omdat alle rijen hebben evenveel data in zich zitten. Dus je zou in feite gewoon alles gewoon in één keer kunnen neerzetten. Het is ook gewoon heel handig om die structuur eerst neer te zetten voordat je het gaat invullen. Nou, laten we gewoon beginnen. Hier, WebStorm, nieuw project, week 3. Nou, ik start hem klaar weer. Gewoon, omdat het al handig is om het te doen, meteen even de structuur erin. Misschien kunnen we ook een soort van macro van maken, maar dat heb ik nog niet ontdekt. En dan de scripts. En als laatste de index.html zelf. HTML. Nou, het gaat alleen om de tabel, dus er wordt geen informatie gegeven over de titel van de pagina. En op zich is dat nu in dit geval niet zo belangrijk, maar als je dat soort, ontbrekende informatie ziet, ga je dat navragen. Maar dat is nu niet belangrijk. Week 3 tabel. Oké. Nou, ik sla hem altijd even een stukje tussendoor op. En wat ik trouwens de vorige keer niet heb verteld. Als ik allerlei dingen gebruik hier die obsolete zijn of deprecated zijn of niet goed zijn, gaat hier bepaalde dingen over laten zien. Misschien kan ik dat zo laten zien. Oké, we weten nu, we hebben een tabel nodig met een border. Maar er staat ook bij hoe diep die border moet zijn. Aanwijzingen. Boven is een tel hier. Geeft de hele tabel een lichtblauwe achterkleur. Een border is 2. De eerste kolom is gecentreerd met een grote letter. Onder tabel staat erbij, zo'n caption. Dan denk je van, nou, daar heb ik wel voldoende informatie om een tabel te maken. Maar dat is niet zo. Hier staat een lichtblauwe achtergrond kleur. Mijn lichtblauw is niet hetzelfde als jouw lichtblauw. We hebben allemaal een andere perceptie wat lichtblauw is. En als een klant jou zo'n ding geeft, dan staat hij in lichtblauw achtergrondkleur. Is dat niet voldoende? Want anders blijf je heen en weer lopen van, is dit de kleur? Is dit de kleur? Is dit de kleur? Is dit de kleur? Nee, dan vraag je een kleurcode aan de klant. We hebben gezien dat je dus kleurcodes kunt gebruiken in HTML. Zorg er dan ook voor dat je een bepaalde kleurcode hebt. Grote bedrijven, die hebben die gewoon. Grote bedrijven hebben een huisstijl. Ieder bedrijf heeft zijn eigen huisstijl. Dus als het goed is en je krijgt de opdracht, dan moet bekend zijn wat ze bedoelen met een lichtblauwe achtergrondkleur. Nou, het is een test, het is een oefening, dus we gaan daar niet te diep op in. Het gaat voornamelijk om die tabel. Nou, we zien het dus. We moeten in feite 1 header en 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows. Gaan we dan maken. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolommen. Nou, hoe ziet het eruit? Nou, we maken een table. We weten misschien dat de border meteen is 2. Die weten we dus. En de achtergrondkleur is lichtblauw. Nou, laten we clip blue nemen. Klinkt goed. Oké. Nou, dat hebben we dus al klaar. Dan krijgen we nog een table header.
Oh, zie je wat er gebeurt? Als je dat ding niet vergeet, gaat hij gek worden. Oké, nou gaan we dus de rowen in elkaar zetten. En de, wait, we weten dat het is een TR is een rij. En er zitten dus 7 kolommen in. Dat zijn de TD's. 1. Ja. Nu ga ik dit stukje 6 keer kopiëren. 1, 2, 3, oh. 3, 4, 5, 6. Nou hebben we dus in principe gewoon de hele tabel er al staan. Dus wat we nu gaan doen, is gewoon invullen de, zeg maar, de eerste rij. Want die hebben allemaal hetzelfde kenmerk. Even kijken. Fruit per productie per jaar. Hij is vet, zie je, strong. En hij staat gecentreerd. Dus nu doen we hier. Center. Ja. En strong. Oh. Natuurlijk wel een dingetje bij. En dan gaan we wat moeten worden. Fruit per productie per jaar. Oké. Okay. Hoe het eruit gaat zien, gaan we later naar kijken. Is niet belangrijk. Eerst gaan we de structuur opbouwen. Dat het er nog niet uit zou zien zoals een klant het wil, kan gebeuren. Maar het is niet zo belangrijk op dit moment. Want je gaat toch een paar keer bij een klant langs laten zien wat je tot nu toe gedaan hebt. Dus het maakt niet uit hoe het er op dit moment uitziet. Dat kan altijd later wel. Eerst op de opbouw van de pagina. Appels, sinaasappels, banaan en kersenmeloen, die staan een beetje in het midden. Die is gecentreerd en een grote letter. Nou. Wat is de eerste? Ik ben een slecht geheugen. Appels. Dus gaan we center doen. En voor mij hebben ze ook wel een. Nee, het zijn gewoon dus normale letters. Dus strong. En dan zijn het appels. Nou, ik heb dit nu. Wat gaan we doen? Ik pak dit stukje op. Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-V. En dan denk je, maar het staat toch over appels, maar dat maakt niet uit. Ik ga toch eerst even kijken hoe de ding eruit ziet. Dan gaan we daarvoor verder de, zeg maar, de data goed aanpakken. Laten we kijken hoe het eruit ziet. Fruitproductie staat in het midden. En hier gaan we de selecte dingen invullen. Wat je wel ziet is dat hier de appels vrij strak tegen de dingen staan. Terwijl als je naar de naar het Word-document ziet, dan zie je dus dat hier dus ruimte omheen zit. Dat kunnen we deels opvangen. Er staat niks over in de hier, maar je ziet er gewoon dat er veel meer ruimte omheen zit. Oké. En ik zie ook trouwens dat de appels, dat soort natuurlijk eerst komt. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, er zit dus een foutje. Dan gaat het corrigeren. We hebben dus 1 niet ingevuld. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, er komt natuurlijk daar die wordt er niks. Dat maakt niet uit. Kijken. Is alleen niet dik en niet gecentreerd. Nou, dan houden we dat even weg. Dat houden we weg. Hoppa. Appels. Het voordeel is dat we gewoon het woord appels hebben gebruikt, hoeft het niet over te vervangen. Soort. Soort. Oké. Nou, even kijken wat het doet. Soort. Zie je, een beetje zonder dingen. Oké. Nou, laten we het eerst even verder zien. Een getal. 2010, 2011, 2012, 2013, afbeelding nu invallen. Ja, dus dat betekent dat we dus. Zo, oké, dan kan ik beter zien. 2010, 2012, 2013. 2010.
2011, 2012. Kijk, het voordeel is nu dus dat de kans dat ik de opmaak verknal heel klein is, omdat ik hem al heb opgemaakt. En weer inhalen. Nou, weer kijken. Continu corrigeren, nee, continu kijken hoe het gaat. En daar zie je dus dat de fruitproductie, oh, dat moet hier natuurlijk zijn, hè. Het nog niet centraal op boven zit, maar dat kunnen ze ook wel aanpassen. En we hebben dingen erin gestaan. Je ziet ook wel dat, als we vergelijken met, oh, zit er hier veel meer ruimte tussen. Daar gaan we ze ook van doen. Kunnen we bijvoorbeeld zeggen hier, dit is 100%. Kijk wat hij doet. Kijk, nou zie je dus dat hij er al, deze dan netjes boven. En die appels zijn ze meegenomen. Ik heb deze appels gezien. Kijk wat dat doet. Ja, dat heb ik al vaker gezien bij studenten, dat is goed. Maar dan moet je eigenlijk gewoon even kijken, zeggen dan, oké, koolspan. Koolspan is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, zie, ik vergeet zo veel heel snel die dingen. Dus, same page. Dat heb ik geopend, oké. Ik wil gewoon even opnieuw openen. Ja, dan zit die ook het midden, zie je dat? Is TH. Koolspan 7, dan zet je hem helemaal in het midden. Dan zie je dus ook nou dat er meer ruimte omheen zit. En dat komt omdat ik dus die tabel heb ik dus 100% gemaakt. Dus dan gaat hij ook al die kolommen gaat hij dus ook evenwijdig ruimte geven. Oké, dan ga ik dus die dingen ingooien. Wat voor cijfers staat. Die cijfers zijn niet zo belangrijk, het gaat om het idee. Oké, dat zijn 4 cijfers. Nou, laten we gewoon. Dit is gewoon invulling van cijfers. Ik ga niet te veel tijd in aan besteden. Waar is het ding zo? Hier. Dus het zijn dus elke keer 3 cijfers. Dus 3. Dan ga ik kopiëren. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Oh, de laatste zijn trouwens geen cijfers natuurlijk, hè. Dat is het plaatje en de link. Klik. Nou, dan moet ik nog wat plaatjes erbij krijgen. Nou, het is heel simpel. Ik heb geen dit er niet bij staan. Dus dat doe ik gewoon. Ik kopieer ze gewoon. Nog eentje. Zo. Zo. Dat kun je met knippen gewoon doen bij hoe heet het, hè? Bij Windows. Ik heb knippen gewoon ervoor. Oké, ik heb nu allemaal mee staan. Ja, denk het wel. Appel, ja. En die sleep ik dan gewoon naar mijn applicatie. Dat ik bijna dan ziet niet. Zo. Ja, dat is mooi. Deze applicatie. Ja, het scherm kan een beetje groter wachten, maar. Hoppa. Pak ze op. En ik sleep ze uit netjes. Oké, zet mijn toepenhuis. En dan deze ook weer doen. Netjes. Oké. Nou. Close off. Dan haal ik deze weer even. En dan ga ik naar. Even kijken hier. Handmatig doe ik hetzelfde. Image. Source. Dat is dan images. En dan 60. Bij schuilsteken, dan control dinges en dan kijk ik kiezen. Er staan geen handige namen bij, maar ik weet gewoon toevallig
dat qua tijd ongeveer geloopt. Dus ik denk dat het wel plus. Ik kan ook even kijken of het klopt. Dat hij hier heel breed wordt, heeft geen invloed op de. Op de weet. Wat wel invloed heeft, is dat ik hier het ding niet afmaak. En dat zie ik best wel vaak terugkomen. Je moet dat ding echt afmaken. Zijn. Dat wordt zeker een schetje in de slits zetten. Dan weet je zeker dat het helemaal afgesloten is. Oké. Nou, appels ertussen. Niet mooi, met die witte rond achter. Dat kun je oplossen, maar dat is niet de scope van deze bijeenkomst. Nee, komt. Nou, maar niet uit. Oké, nou, als je dit een keertje gedaan hebt, dan koop je, dan kun je hem kopiëren, maar je kan ook dit doen. Zo. Dan geef ik meteen een wit bij. Dat zou ook wel mooi zijn. Ik ga deze even weg. De eerste. Ik denk dat het toch goed moet. Dus ik heb die op. En ik stel dit gewoon klaar. Als er een extra spatie is, maakt niet uit dat de spatie wordt weggedrukt. Derde. Vierde. Ja, ik heb nou één. Twee, twee, twee. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Oh, wacht, ik heb hier allemaal duizendjes neergezet. Oké, en de laatste komt daarin. Oké, even kijken. Hopla, die staat erin. Je ziet eigenlijk hoe makkelijk het gaat, hè? Je hoeft eigenlijk bijna niks te doen, zo. Nou, dan gaan we weer naar boven toe. Even kijken, dan gaan we de appels erin doen. Kijk gewoon naar links. Die klopt weet ik niet, maar dat vind ik ook zo belangrijk dat ik nu. www.appels.nl. En weer simpel doen, niet te moeilijk doen, gewoon kopiëren, kopiëren, kopiëren. En dan is dit in 5 of een A. Reference is een www.appels.nl. En dan afsluiten, komt er die andere aandacht en dan zeg je www.appels.nl. Appels zou in feite voldoende zijn. Het zou alleen een naam verlinkt. De link staat hier en niet hier. Oké, nou die reference hebben. Het zijn hele simpele links, dus ik kopieer het gewoon weer. Ctrl-C. Ctrl-V. 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 Don't worry dat je het heel vaak moet doen. Want meestal worden dit soort tabellen vanuit de database gevuld. Nou, kun je ook trouwens even kijken hoe het eruit ziet. Hopla, kijk eens. Nou, lang ben ik bezig? Geen idee, niet zo heel lang trouwens. Dit is eigenlijk wel helemaal vol. Nou, ik alleen nog even de hoe heet het, aan te passen. De benaming van de links. Gewoon zien zo we het doen. Oké, nou, dat is niet zo moeilijk. Appels zijn wel goed. Sinaasappel. En dan is sinaasappel hier. Schrik, wat is dat met 1 of 2 N'en? Nee, dat is 1 N. En dan is die banaan. Banaan is nou iets anders. En dan hier kers. En hier als laatste. Meloen. Nou, opslaan. Dan is hij bijna klaar. Alleen nog deze dingen ertussen onder. En het is gewoon Nederlandse cijfers. En die tekst ga ik niet helemaal meteen erin zetten. Want het is zonde van tijd. En dan kan je hier zeggen, oké. Okay, hoort hij bij echt bij de tabel? Of zit hij daar? Hij zit er buiten. Dus dan zeg je, oké, okay, en center. Center. Dan die zet daar. Bon. Lala. Van de Nederlandse. Lala. Oké. Okay. Zo, dan. Eetjes. En boven. Het is klaar. Het is een ander lettertype. Zo te zien, maar het wordt geen aanwijzing gegeven voor het verloop van lettertype. Ja, dan is gewoon pech. Even wat doen. Oké. Okay. Nou. Klaar. Ik ben benieuwd wat ik hier een kipje van maak.
wel gebeurd. En met die. Oh, dat is wel dicht. Oké, okay, dat is mooi. Nou, dit was het eigenlijk. En, nou, dankjewel weer voor de aandacht. En tot de volgende keer.